betekent carnaval voor jullie? Feestvieren, genieten. En het maakt niet uit of wat de weeromstandigheden zeggen, maar we gaan gewoon feestvieren. Carnaval voor mij is 4 dagen feest. Maar vooral ook omdat ik al oud-prins ben geweest natuurlijk. Is het natuurlijk voor mij helemaal leuk, want wij gaan altijd nog een week van tevoren al alle bejaardencentra af. En lekker zingen voor de oudjes. En dat zie je zoveel plezier de mensen hebben. En dat doet het voor mij heel goed. Carnaval is schijt, gein, vrienden, gezelligheid. Quality time. Ja, met z'n allen. Eén groot feest. Alleen maar een groot feest. Meer hebben we niet. Oh, dat het hele dorp even in de weer is. En druk mee bezig is. Lol maken, gezelligheid en lekker meelopen in de optocht. Ja, gek in de zuip, hè? Nee, wat nog meer? Gezelligheid, feestvieren, met z'n allen onder elkaar zijn. Een lekker dagje jezelf zijn. Carnaval is één grote lol. Niet anders dan dat. En gewoon lekker je eigen laten gaan, want nou kan het. En een hele jaar moet je weer in gareel gaan staan. Dus. TV-ervaring. Ja. Wat betekent carnaval voor jou? Nou, heel gezellig feesten, met z'n allen samen zijn en ja, gezelligheid. Ja. Nou, heel veel, omdat het een mooie Stompwijkse traditie is. Moeten we met elkaar in ere houden. Wij doen altijd mee met ZZ. En dit jaar zijn wij de jury. Dus we mogen alle artiesten gaan jureren. Op de criteria originaliteit, enthousiasme, uitvoering en uitleg van het motto. Ja, gezelligheid, optocht, verkleden. De hele dag met elkaar zijn, gezellig. Ja, gewoon dat eigenlijk. Gek doen. Eén dag in het jaar lekker gek. Even uit je rol. Pikant. Ja. Carnaval, jezus. Ja, het is natuurlijk niet één woord uit. Het is gewoon gezellig. Ja, toch? Ja, maar toch wel meer dan alleen gezellig. Ja, het is gewoon met vrienden al maanden bezig zijn en gewoon naar deze ene dag toeleven. En elk jaar weer leuks verzinnen. Gezellige optocht, feestje met z'n allen, heel het dorp loopt uit. Veel gezelligheid, muziek, dansen en gezellig met iedereen zijn. Bier. Nog een keer, wat betekent carnaval voor je? Bier. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever ben ik in de kist, dan weer een feestje gemist. En achteraf, dan zul je mij niet horen klagen. De rollen omdraaien, hoe hebben jullie dat vormgegeven? Nou, ik heb nu de muts op van de prinsenvrouwen en de prinsenvrouwen die hebben de steken op van de mannen. Wat betekent carnaval voor jou? De rollen omdraaien. En hoe heb je dat nu gedaan? Nou kijk, ik word gedragen vandaag. Door wie? Ja, door mijn dochter. Nou, zoals je kunt zien aan onze kar, hebben we dit keer het mens aan het spit gedraaid en zijn wij de varkens. Wij zijn zelf natuurlijk van de Gaanders en dit jaar hebben we dan besloten om als Zwabberdammers te gaan met z'n allen. Heel leuk bedacht. Ja, de rollen omgedraaid. En hoe voelt dat dan? Leidschendams. Wij zijn allemaal, zoals je misschien wel ziet, verkleed alsof we oud zijn. En, ja. En jullie zijn eigenlijk jong, dus dat is de rol die je omdraait. Ja, hey, je hebt hem door. We zijn vandaag als superhelden verkleed. En we hebben een gevangenis gecreëerd op de kar. Dus de superhelden zijn gevangen. Okay. En dat is natuurlijk de rollen omgedraaid. Nou, de mannen van de IJsclub die hebben een plan bedacht, de rollen omgedraaid, de belastingdienst uitwringen. Dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp. En wij zijn ex-belastingadviseurs en we zijn dus nu de boeven. Nou, we dachten de rollen omgedraaid, dus iets wat niet klopt. Dus vandaar dat we dachten, nou, gevangenis. En dan met superhelden erin. Wij hebben boer zoekt vrouw omgedraaid. Boerin zoekt man. Ja, dit is de kar van de Oud-Prinsen. Nou, de Oud-Prinsen staan voor de carnavalsvereniging De Gaanders. Alle Oud-Prinsen zijn 1 jaar de prins geweest. Ja. Samen vormen we een geweldige club mensen die tijdens de carnaval een week lang de ouderen in onze wijde omgeving vermaken met zang. En ons hoogtepunt is de Heilige Mis op de zondagochtend. En we willen ook een beetje een understatement maken naar de gemeente. Dat de regelgeving naar ons inzien te ver gaat. De veiligheid staat boven alles, dus absoluut geen discussie. Maar laten we de gezelligheid in het dorp behouden. Wij doen ons stinkende best om mooie dingen neer te zetten in het dorp. En daar kan iedereen van genieten. Het zijn allemaal vrijwilligers die vele uren over het hele jaar door erin steken. En door de regelgeving wordt het ons haast onmogelijk gemaakt.